en inmiddels was Muhammad Ali het middelpunt van de huldiging. Het is de eerste zwaargewichtbokser die het presteerde om de wereldtitel tweemaal te heroveren. En hij was weer helemaal the greatest of all times, zoals hij er zelf schreeuwt. De grote vraag is of we hem nog terug zullen zien. Vannacht na zijn overwinning op Spinks deelde hij mee dat hij erover denkt om het toch nog eens te proberen. Hij zal wel moeten als ik dit bedrag allemaal goed gehoord heb. Ik heb trouwens nog voor u een bericht. Nou, dames en heren, als ik u dat moet vertellen, dan kan ik u net zo goed iets zeggen dat mijn broer teruggekomen is van een houthakkerskamp in Noorwegen. Dat is ook echt waar. Die hebben daar eens naartoe gestuurd, de familie, want die jongen was zo lui, die was nog te lui om brand te roepen. En ik kan me nog herinneren dat hij daar in dat houthakkerskamp aankwam en die opzichter zegt tegen hem, zeg, joh, hak jij die bomen eens even om. En waar 30 man ongeveer een uur voor nodig heeft, doet hij in 1 minuut. Toen zegt die opzichter, zeg, joh, dat heb je goed gedaan, waar heb je dat vroeger nog meer gedaan? Hij zegt, nou, in de Sahara. Toen zegt die opzichter, joh, er staan helemaal geen bomen. Hij zegt, nee, nu niet meer. Dames en heren, tot de volgende week.